zijn hier in het Van Gogh Museum bij de tentoonstelling Prince in Paris, 1900, van elitair tot populair. Een fantastische tentoonstelling met een iconisch beeld hier van Le Chat Noir. Le Chat Noir, waar ik mijn stuk op gebaseerd heb. Le Chat Noir, het café in Parijs waar kunstenaars samenkwamen, schilders, componisten, dichters. Het was een hele enerverende plek en uiteindelijk ook een hele belangrijke plek. En waar ideeën geboren werden. Le Chat Noir gaat ook over Parijs. Het is ook een ode aan Parijs. Rond 1900 was Parijs een bruisende stad. Het was eigenlijk het middelpunt van Europa voor allerlei soorten kunstenaars. De Eiffeltoren was net gebouwd en al die creativiteit, al die kunstenaars tezamen, die hebben in die tijd de wereld veranderd. En als je aan Parijs denkt, denk ik ook aan Le Moulin Rouge. Ik denk aan variété. Ik denk aan de, als ik een beetje tijdsprong maak, denk ik ook aan de prachtige foto's van de Hongaars-Franse fotograaf Brassailles. Die prachtige foto's gemaakt heeft van de zelfkant van Parijs. Van de homobars in die tijd, van dronken mensen. Maar ook achter de schermen, de variété achter de schermen en het theater. En ik denk ook aan de cancan. De Moulin Rouge is natuurlijk de cancan. De muziek van Offenbach, die gebruikt in het stuk. Maar ik gebruik ook Brel en ik gebruik Piaf. En dat is eigenlijk een tijdsprong, maar hoort wel bij dat Parijse gevoel. Interessant is dat in 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. En wat je al, hetzelfde wat je later in Berlijn had in de jaren 30 voor de Tweede Wereldoorlog. Dat in die hele bruisende, energieke omgeving waar alles van alles gebeurde, dat er eigenlijk al een onderstroom was van een oorlog die eraan kwam. En daarom heb ik die dames, die danseressen, die hebben een soort laarsjes aan. Eigenlijk ook naar aanleiding van de kleding die de dames droegen tijdens de Fin de Siècle. Maar die laarsjes kunnen ze ook mee marcheren. Dus er zitten scènes in dat je echt die dreiging van marcherende dames op die laarsjes, en dat maakt ook geluid. En dat is eigenlijk een voorbode van de Eerste Wereldoorlog. Parijs en Le Chat Noir was voor mij ook een hele mooie uitdaging om een meer theatrale voorstelling te maken. En in die zin is die voorstelling voor mij ook een belangrijke stap geweest om met een aantal onderdelen in de choreografie de grenzen op te gaan zoeken en te experimenteren hoe ik variété-elementen zou kunnen gebruiken in een toch eigenlijk een heel serieus stuk.